Nou, ik was wel blij dat ik die doosjes niet hoefde open te maken, dat ik elk flesje hoef te scannen. Nou, dat moest wel, wist je dat? Nee, want het zit bij elkaar, heeft gewoon. Ja, maar je moet wel één voor één gaan scannen. Nee. Maar hoe weet je dan hoeveel flesjes je hebt afgeleverd? Ja, dat is toch speciaal, ze zijn toch per vier? Nee. Jawel. Je moet elk flesje apart scannen. Nee. Nee. Dan moet ik ook zoveel etiketten hebben. Ik luister alleen naar jullie. Ze accepteert gewoon niet van de apotheek, kan je het geloven? Is dit een discussie nu? Het gaat per vier. En die barcode is op per vier. Dus nee, je moet per flesje, want nu denkt hij dus dat je vier keer zo weinig hebt afgeleverd. Maar het zou kunnen dat hij dus, dat je mijn master niet afgeleverd, dus ga per vier. Ja, maar je kan toch wat ding omdraaien en dan scannen. In dat verpakking erin zo. Oh, je wilt een flesje draaien? Ja, dan kan je de barcode. Nee. Dat heb je niet gedaan? Nee, maar dat hoeft helemaal niet zo. Ze leeft gewoon in een fantasiewereld, hè? Ze accepteert gewoon niet. Ja, dan heb je toch soms een stof gehad. Ja, dat, maar dat heb je met nieuwelingen. Elk minuut drink, flesje. Kijk. Nee, dat kan niet. Onmogelijk. Ja, die kan je zo draaien. Ja, dat kan. Ja, en dan moet je, deze scannen. Nee, dat geloof ik echt niet. Je kan me heel veel wijs maken met dit niet. Ja, dat klopt. Want het komt doordat het niet klopt. Zie je wel. De stagiaires worden steeds intelligenter en intelligenter. Je kunt ze niet meer fokken. The next generation. Nee, vooral Romina niet, hè? Ja, ik wil niks wijs maken, jongen. Intelligent of zo. Oog van de duivel, hoe noem je dat? Zoiets noemen ze dat toch? Oog van de duivel. Zoiets, ja. Oog van de duivel. Of was dat Turks? Ik weet het niet. Maar zo'n gezegde heb je in taal. Volgens mij is het Turks, Mustafa. Ja, ik denk dat dat ook is. Van de duivel? Nee, die ken ik niet. Wat betekent... Oh, dat is het boze oog, bedoel je? Of niet? Nee, ik weet niet wat ik bedoel. Zo waar. Nee, maar ik bedoel dat je zeg maar scherp bent. Je weet toch, sluw. Oh. Dat is een compliment. Ik bedoel je niet te duivel. Het is echt zo slecht verwoord, hè? Dit is de slechtste verwoording in de geschiedenis. En jij was zo goed in die spreuken en die gezegdes allemaal. Met van die strakke... Het was bedoeld als een compliment. Nee, dat is een compliment, ogen van de duivel. Maar wat je daarmee wil doen is dat je zeg maar... je ziet door bullshit heen, dat was... Oh, dat. Dat we dingen heen prik. Ja, dat was... Ja, niet altijd hoor. Intentie was goed.